ik heb altijd gezegd als klein meisje, ik wil nooit werken in een slagerij. Altijd bloed. Zo zei mijn moeder al, meisje, waar je het meest hebt over te zeggen, kon je het dichtst bij te leggen. En ik ben nu al 41 jaar getrouwd met een slager. Na 38 jaar sluit de familie Wever de winkel. Je ziet weer generaties. Gewoon de volgende generatie zie je herkenning van de mensen. En dat is leuk, het contact met de mensen. Ja. Je bent echt met een vak bezig. Je moet er toch niet aan denken om de hele dag aan binnen te zitten. In 1980 namen ze de zaak over van Hans' vader. Alles goed voor je. Dat was hem. Maar toen kon mijn vader hier niet eigenlijk meer zo rooien met de knecht. Hij zegt, kom jij thuis? Toen heb ik eerst zelf 7 jaar thuis gewerkt. En toen heb ik het overgenomen. 38 jaar is het. 38 jaar, ja. Helemaal stoppen doen ze niet. Op bestelling maken ze specialiteiten voor de klanten. Een hoop jongelui en oude mensen, oudere mensen, die willen dus niet meer zelf lapjes braden. Nou, kijk. Dus kant-en-klaar. Dat hoef je alleen maar op te warmen. Jullie zijn een vast gezicht hier in de straat. Iedereen weet de slagerij te vinden natuurlijk. Het zal wel een gemis worden, denk ik. Ik hoop het. Toch een beetje eind op tijd, of niet? Nee, ja, tuurlijk. Vooral de vaste klanten. Juist, dit leuke dingen. Maar ook wij het contact met de klanten.